Tom was haast in slaap toen de telefoon ging. Hij kwam half overeind, maar voelde een van Beverly's borsten tegen zijn schouder drukken. Toen ze over hem heen reikte om op te nemen. Hij liet zich terugvallen en vroeg zich duf af wie hun op dit uur op hun geheim nummer thuis kon bellen. Hij hoorde Beverly hallo zeggen en dommelde weer in. Hij had tijdens de baseballwedstrijd zeker 15 pilsjes gedronken. En hij was afgepijpt. Laars loopt met dat rotting, Beverly, zei hij. Waarop ze haastig uit bed stapte en daaromheen liep. Het snor omhoog houdend. Ze had diep rood haar dat in natuurlijke golven over haar nachtjapon. Bijna tot aan haar middel. Horen haar. Haar blik ging niet schichtig naar zijn gezicht om te zien hoe zijn pet stond. En dat beviel Tom Roben helemaal niet. Hij ging rechtop zitten. Zijn kop begon pijn te doen. Dat was waarschijnlijk al zo geweest. Maar als je sliep, merkte je dat niet. Hij liep naar de badkamer. Urineerde voor zijn gevoel een uurtje of drie. En besloot om, nu hij toch op was, nog maar een pilsje te pakken. Wie weet hield dat tegen de dreigende kater. Zijn witte boxershort wapperde onder zijn enorme buik toen hij op weg naar beneden door de slaapkamer liep. En met zijn armen als pannen leek hij meer op een bootwerker dan op de president. Beverly Fashion. Hij keek opzij en riep: als het die dikke pot van een Nestie is, zeg dan maar dat ze beter het een of andere model kan gaan beffen en ons laten slapen. Beverly keek even op en schudde haar hoofd om hem te beduiden dat het Leslie niet was en luisterde toen weer aandachtig. Tom voelde de spieren in zijn nek verstijven. Dat was een afwijzing. Afgewezen door mevrouw zelf. Nou, fuck mevrouw zelf. Het begon op een toestand te lijken. Misschien werd het tijd om Beverly's geheugen eens even op te frissen. En haar te laten voelen wie hier de baas was. Dat was heel goed mogelijk. Dat had ze soms nodig. Ze was nogal hardleers. Hij ging de trap af, slofte de gang door naar de keuken. Afwezig zijn onderbroek uit zijn bil natrekken. Deed de koelkast open. Geen bier. Alles wat er stond was een blauw diep bord met een restje macaroni. Zelfs het blikje bier dat hij altijd helemaal achterin bewaarde, was verdwenen. De wedstrijd had 14 innings geduurd en nog allemaal voor niets ook. De White Sox hadden verloren. Die waren dat seizoen een fraai stelletje mietjes bij elkaar. Ik wijfelde naar de flessen drank achter de glazen deurtjes en overwoog even om een scheut Jim Beam over een ijsblokje te gooien. Maar dat was natuurlijk helemaal vragen om moeilijkheden als je al zo'n kop had. En daarom liep hij maar weer naar de trap en zag dat het inmiddels al over 12 was. Wat zijn humeur en zelfs op zijn beste momenten al niet helemaal goed was, ook al niet verbeterd. Langzaam klom hij de trap weer op. Zeker.